een heel goede avond. Onze laatste historie van 98 is er een die leest als een jongensboek. De avonturen van een man die 4 keer de Atlantische Oceaan overstak op een vaartuig dat hij zelf had gebouwd. Fons Oerlemans. Zijn eerste grote oversteek kon Vlaanderen live volgen op de radio. In het programma Jan en Alleman bracht Fons elke week trouw verslag uit van op zijn zelf aan elkaar gelaste buizenvlot. Een paar jaar later deed hij de hele tocht nog eens over, maar dan romantischer. Zijn echtgenote reisde mee. Nog een andere keer ging Fons de oceaan op in een soort van drijvende stoomketel. En dan was er ook nog de truck. Oerlemans installeerde een vrachtwagen op een vlot en reed over de oceaan. Nu is Oerlemans 60 en hij broedt nog altijd op stunts. Hij wil nu de lucht in met een ballon. Hij wil tot 38 kilometer hoog gaan. Hij wil daar dan uitspringen en pas na 30 kilometer zijn parachute open doen. Maar vanavond kijken we terug op wat hij al gepresteerd heeft. Dit is het portret van een eigenzinnig man die zijn jongensdromen heeft waargemaakt. De avonturen van Fons Oerlemans. Nee, ik ben echt Nederlands natuurlijk. Hè. Die zijn op de fiets opgevoed. De Belgen hier die nemen heel moeilijk hun fiets zelf. Maar ik vind het juist zo heerlijk, vooral als je daar gewoon zo lang zit, hè, op dat kantoor. Nou, dan hunker ik ernaar om op mijn fietsje te stappen en weer weg te lezen. En 's morgens is het ook altijd heerlijk dat je eerst nog een eind gefietst hebt voordat je aan het werk gaat natuurlijk. Hè. Dan kan je energie tenminste al een beetje kwijt. Dat doe ik heel graag, dus de technische kant onderhouden. Het onderhoud van, van het technisch materiaal allemaal. Nee, dat je daar niet onderweg mee staat aan sukkelen en zo. Waarom we hier zijn komen wonen? Nou, niet omdat ik Amsterdam wilde verlaten, want ik hou heel veel van Amsterdam. Maar omdat Fons, die had daar geen werkplaats meer. En Fons kan niet zonder werkplaats. En dat was ellende. En Ingrid, die wilde heel graag dat haar vader bij haar in het bedrijf kon werken. Want ze hadden gebrek aan een technicus. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Kunnen we misschien nog wel even ook in de boom doen. Eerste balletje erin. Jongens, help je mee met uitpakken? Ja, Robin? Een beetje zo, misschien. Nog een gouden slingertje. Fons en Kay Oerlemans, 18 jaar samen, 2 kinderen, Brendan en Robin. Kijk eens, een mooi sterretje brengt. Bovenin, hè? Samen hebben ze vele watertjes doorzwommen. Maar vandaag heeft ieder zo zijn eigen plannen. Rauzertje, zit je lekker op de kerstversiering, manneke? Op de balletjes? Dat heb ik ook heel dikwijls gedaan ook, hè? Een kerstboom op het veld. Niet dat ik me kan herinneren. Ik wil niks anders doen dan reizen. Dat is eigenlijk wat ik het liefste wil. En overal werken in allerlei verschillende landen. En dan maar kijken hoe je aan de kost komt en daarover schrijven. Dat heb ik altijd gedaan nog voordat ik Fons leerde kennen. En daar zou ik eigenlijk mijn hele leven mee willen door blijven gaan. Het is eigenlijk een spacecraft. Wat is dus in het Nederlands een ruimteschip. Men zou het niet zeggen, maar het is zo. Want wat is een ruimteschip? Is eigenlijk een cocon die een mens beschermt in de vijandige omgeving van gebrek aan atmosfeer. Ja, Fons heeft altijd, opeens is hij weer met een project bezig en dan als je daar eenmaal mee begonnen bent, dan moet je toch zorgen dat dat afgerond wordt. Dus ik blijf altijd nog maar op hem wachten totdat hij zover is en dat hij tegen mij zegt, kom op, nu gaan we echt. Eén persoon is hier zomaar tussen alle andere bezigheden, is daar een spacecraft in elkaar aan het zetten. Dat is dus op zichzelf uniek. Eigenlijk uniek, ja. Dit zijn flessen vloeibare zuurstof. Die komen hierop. Ik
vind het goed dat hij het doet, hoor. Want ik ben er ook trots op dat hij allemaal van die originele dingen bedenkt. Hij moet gewoon zijn drangen volgen. En dat begrijp ik heel goed, want dat heb ik ook heel erg in me. Maar ik heb vanaf het begin dat hij daarmee bezig is tegen hem gezegd... Als je dat dan ook gewoon weer zo nodig moet doen, dan moet je dat gewoon doen. Maar nu heb ik geen zin om je mee te helpen, want het is iets wat je helemaal in je eentje gaat doen. Ik mag niet eens mee en met de kinderen ook niet. En ik vind dat, ik zie dat gewoon niet zo zitten. Die voorbereidingen en zo, daar heb ik ook gewoon niet zo de energie meer voor. Want er zijn zoveel dingen die ik ook daaromheen moet doen. En ik wil gewoon dat het in ons gezin heel erg leuk is. Hier komt de radio ook nog. Dit zijn 2 mannenmeters voor de hoogte. Dit is decompressiekraan, waarbij je dus de buitendruk en de binnendruk gelijk kunt brengen, alleen dus op lagere hoogtes. En het is net gemaakt voor 1 persoon. En dan, met de deur dicht, is er een zee van ruimte over. Ja. Hey, daar gaat het. Hallo. Hey. Ja, hier hebben wij. Huisje. Heel, ja. Hi. Hier hebben we heel lang gewoond. Ja. En opnieuw boer, de nederzetting tegen de Nederlandse grens. De roots. De roots, ja. Het was mijn allereerste onderneming met een klein rubber vlotje. Daar wil ik dus een transatlantische oversteek mee maken. En dat heb ik hier uitgetest. Dus dat kleine ding van 3 meter rond, dat lag hier op het water. En daar moest ik dan gaan bepalen of het de Atlantische Oceaan wel over kon of niet. Er zullen er wel zijn die vinden dat Fons Oelemans uit Kalmthout een beetje gek is. Donderdag vertrok hij naar Tenerife om vandaar met de rubbervlot de oceaan over te dobberen. Hij doet dat in het gezelschap van Omer Verkouteren, ketenlapper en worstelaar, die over het avontuur in de krant gelezen had en vroeg om mee te mogen gaan. Oelemans heeft zijn expeditie nogthans 2 jaar grondig voorbereid. Hij laat zich drijven door de passaatwinden en hoopt op die manier half augustus in het gebied van de Caraïbe te stranden. Ja, daar schrok ik toch wel een beetje van. Omdat ik dacht met een vlot over de oceaan dat het heel riskant zou zijn. Hè? Maar ik heb dan geleerd dat hij dus wel heel secuur te werk gaat. En daar had ik op laatst wel vertrouwen in. Het zal zeker een vaste storm krijgen, dat kan niet anders. Maar dit vaartuig is ontworpen dus om een storm te weerstaan. Want dus, men moet zo denken dus, wanneer men dus in het geval van de scheepvaart staat, dan zal dit vlot pas gebruikt worden wanneer het andere eventueel door een storm vergaan is. Was jij al op zee geweest? Nee, Oostende-Dover. De ferry. Aan de bar natuurlijk. Fons en Omer vertrokken met de Mocambo naar de Canarische eilanden, waar ze met hun vlot overboord worden gezet. Tot in augustus, wie weet. Ik voelde me daar eigenlijk thuis, vreemd genoeg. Ik dacht, dat klein vlotje. Ja, ik dacht, dat is het. Die bergen water, haaien die onder ons vlotje doorzwommen. Je bevoelde die vinnen gewoon. Dat was eenmaal rubber, die vloer ook, de bodem. Dus die haaien drukte die bodem gewoon omhoog. En dan kwam er weer een gigantische blauwe vinvis aan en die kwam recht op ons af. En net zo'n duikboot, zo'n grijze duikboot. En die liet zich dan net zakken nog en als een kamervloer schoof die wel een minuut lang onder ons door. Maar de eerste reis wordt een afknapper. Fons reisgezel Omer wordt zwaar zeeziek en dreigt overboord te springen. Fons is sneller terug thuis dan verwacht. En het was op zondagmorgen, ik was Ingrid het haar aan het doen. En ineens keek ik... uit het raam en dan kwam Fons de werf op. En dat deed heel raar, want ik wist het niet. En ik waande midden op de oceaan en liep ineens... Dan dacht ik dat ik hallucineerde. Ja. Ja, en ik dacht, daar is hij misschien ervan genezen, dat hij niet meer teruggaat. Maar
Hij wou terug weg. Dus dan is hij ermee terug begonnen, hè. Deze opname dateren van begin september. In de tuin van zijn huis aan de Holleweg te Kalmthout werken Fons Oerlemans en twee vrienden aan een jarenlange droom. Een stalen vlot om eind oktober de oceaan over te steken. Maar hier heb ik dus de laatste generatie gebouwd. Mijn allereerste vlot, dat is hier ontstaan dus. Vier reusachtige buizen. Lasapparatuur, hamers, bijtels, alle gereedschappen. En hier was ik bezig. Ja, er zijn wel eens maritieme mensen komen kijken natuurlijk. En die voorspelden uiteraard dat dit vaartuig nou zeker nooit de overkant van de Atlantische Oceaan zou kunnen bereiken. En ik laste maar naastig verder. In Antwerpen werd de laatste generatie aan boord van het Franse vrachtschip de Pengal gehesen met Marokko als bestemming. En wij stonden toen aan de sluis als hij vertrokken is, ja. Tot ziens, hè. Tot ziens, hè. En dacht je, die zie ik niet meer terug? Ik was er een beetje bang voor. Hem kennende, hij overleeft altijd, maar toch. Nadat de twee delen van het vlot waren samengevoegd, begon men met de afwerking. Fons kocht ter plaatse het nodige hout om het dek en de zwaarden te maken. En liet er ook een roer smeden. Maar hout is in Marokko veel duurder dan bij ons. En dat betekende voor Fons een onnodige financiële aderlating. De hoge kosten van het monteren van het vlot in Safi waren een zware tegenvaller. Te meer omdat geen enkele firma bereid was gevonden om de zaak vooraf te sponsoren. Het werd dus allemaal eigen financiering. Het is woensdagmiddag. Een vissersboot trekt het vlot de haven uit voor een eerste proefvaart in volle zee. Iedereen houdt zijn hart vast, maar het valt allemaal nogal mee. Het vlot is zeer waardig, dat staat nu wel vast, maar de oceaan is toch nog wat anders. Er moeten nog details worden gewijzigd en dat betekent alweer een vertraging. En de Fons die is daar iets aan doen, hè? De Fons is daar iets aan doen, uiteraard. Die is daar de weg aan het zoeken. Dat was in de tijd. Christoffel Columbus zeker met zijn sextanten. Dat moest je een keer of zeven per dag doen, geloof ik. En het gemiddelde daarvan was ongeveer de richting worden uitvoer. Heeft hij mij zelf verteld zo dus. Dit hier, dat werd speciaal erin gemokt, die plank. Voor de golven te breken, voor de snelheid wat te verminderen. En tegelijkertijd konden ze dat gebruiken als bad. Daar stonden ze veilig voor de haaien. En ze hadden altijd vers water. Er is geen bad dat zo proper is. En hier in deze buizen zat drinkbaar water. En dat werd langs hier ook gevuld en ook geledigd uiteraard. Maar dat heeft ook maar enkele weken geduurd, want dat water is ook brak geworden. En dan kregen ze ook water van schepen die ze tegenkwamen. Dat is goed gebouwd, Jos. Ja, dat is een exacte kopij van het uiteraard. Van het origineel. 1 op 10. Ja. De vlotreis met de laatste generatie maakt van Fons een bekende Vlaming. Fons heeft een radiopraatje in het programma Jan en Alleman. Zo blijft Vlaanderen week na week op de hoogte van de belevenissen van Fons, Raoul en Hassan. Voor het thuisfront zijn de radiocontacten een belangrijk houvast. Via radioamateurs en 1 keer per week hoorden we hem op BRT via BRT Radio via Jan van Rompuy. Maar voor de rest konden we contact hebben wanneer dat we wouden, op een vast uur dat afgesproken was. En er waren veel radioamateurs die hem hielpen. Alles, helm, boot, deze keer is alles
positie van Gistrop Noord 1-0-1-1 en West 5-6-4-6. Dat is Noord 10 graden 11 minuten en West 47 graden. Je zit dan nog met de psychologische kant. Want als je 's morgens of wat dan ook uit je slaapzakje komt, dan zie je die twee van gisteren weer. Nou, voor een week is dat wel te doen. Maar als je al 2 maanden aan boord bent, in die omstandigheden, onder die tropenzon, geen wind te veel, wind slecht eten, en je ziet elke dag die twee weer. Hey, dat geldt voor die andere, voor iedereen geldt dat natuurlijk. Het is een zware klus. Psychologisch wordt dat een hele hap. Na 82 dagen, geloof ik, zagen we voor de eerste keer weer land. En dat waren palmbomen op het Caribische eiland Trinidad. And probably an airplane will be coming out to and flying around them this morning. Je bent daar naar Trinidad geweest voor de aankomst? Dat is wel een droomreis geweest hoor. Dat was wel... In het begin was het heel moeilijk, want we hebben ze toen 3 dagen aan het zoeken geweest. Want zo'n vlotje is klein en dan was het een beetje woelig daar. En ze zaten al eigenlijk zonder eten, want toen hebben ze van de BRT ook voedselpakketten gedropt. En ineens zag je zo heel snel dat vlot langs je heen varen. Dat doet wel raar. En hun waren ook blij dat het wel gedaan was, hoor. Het is de hoogste tijd. De drie zijn uitgeput en uitgehongerd. Hun drinkwater is slecht geworden, het eten bijna op. Dat is toch geen geval dat hij zinkt, hè? Want ik voel me beter thuis op de vlot, hè? Rond met de sigaret. Ik ben blij dat ik er ben, hoor. Ja. Hoe is het? Goed, hè? Ja. En hij is ingaan? Ja, gewoon ik al. Daarnaast staan die psychologen, hè. Zeevaarders waren we. En als zeevaarders werkten we samen. Maar op cultureel lag er een zee tussen ons. Want op vlot wist hij niet hoe lang het duurde. Hij kende geen tijd, hè. Hij dacht dat het al veel vlugger gedaan zou zijn. En tegen Roel was hij ook moeilijk, want hij rookte. Fons rookte niet, maar Roel wel. En Fons had dan hun tabak verdeeld. Maar ja, die van Hassan die rookte maar achter elkaar en Roel niet. En Hassan wou op laatst een helft van Roel ook nog, hè. En die dreigde met een mes, dus die is wel heel moeilijk voor hun geweest, hoor. Dat ze dus eigenlijk niet zoveel rust meer hadden. Het merkwaardige vlotexperiment zou vrij snel naar de achtergrond verdwijnen en de plaats ruimen voor het sensationele, goedkope en door de Vlaamse pers eindeloos opgeblazen verhaal van de zogenaamd in de steek gelaten Hassan. De hele story werd nog eens dik in de verf gezet toen voor enkele dagen Hassan weer te Brussel afstapte om bij Fons Oerlemans een deel van de koek te gaan eisen. Ook al had hij daar helemaal geen recht op. Er waren duidelijke afspraken gemaakt nog voor het vertrek van het vlot uit Marokko. Toch kwam Hassan terug. En hij zou niet vertrekken voor hij zijn zin kreeg. Hadden zij schrik van hem? Was ik nog even minnek? Ah, ja. Ze hadden tamelijk schrik van hem, want ze gingen niet slapen. Waarom? Gevoel het te doen. Om een half kiefer strijdig om te hebben om een gegeven moment om te hebben. Hij wist niet waarom dat zij schrik van hem hadden, maar hij dacht dat zij dachten dat hij hun ging vermoorden ofzo. Dan heeft hij gezegd, ik zal u overboord laten verdwijnen en gebaar dat een accident geweest is. Dat heeft voor ons een hele deuk gegeven, hoor. Dat hij eigenlijk toen een hele lastencampagne heeft gekregen. Hé, hey, jongen, jongen. Goed, heel goed, prima. Ja, prima. De volgende is dat. De volgende zit er wel op feestcomité. Ja. Als je dit artikel leest, dan zul je wel zien dat wij fier waren. Want wij zijn natuurlijk heel blij geweest dat we Simpel Limoer, want het is een klein dorpje, want wij wonen maar met 2000 mensen hier.
En dat, iemand dus van die moer dat heeft kunnen verwezenlijken, dat was uiteraard vier. Joehoe, mannen! Kom vast erop, jongens! Brengt waar zit je? Aan tafel! Lekker, Kees! Het ziet er al veelbelovend uit, heerlijk, ja? Van de Chinees. Ik ben benieuwd of we het allemaal kunnen vinden. Voor jou, man. Ja, lekker. Ja, lekker, man. Oh, wacht, dit is chap choy. Oh, dat is voor mij. Lekker, Kees. Lekker makkelijk. Maar de kersttijd krijg jij het ook wat makkelijker, hè? Maar wat wou je dan veranderen? Hoe wou je dat dan aanpakken? Gewoon alles. En wat is alles? Alles uitgooien en opnieuw inrichten. Huh? Hij heeft het best naar zijn zin, hoor, maar kijk. Ja, hij moet mopperen af en toe. Tuurlijk. Dat kan toch niet anders? Het is ook zo leuk. Wij mopperen dat ook toen we zo oud waren. Tuurlijk, niks was goed. Nee, maar niks was goed, hè? Als het bij je vader en moeder was. Te breed, te lang, te hoog. En nog, en we hebben alles. Wat denk jij ervan? Knuppeltje. Oh, mag niet. Ja, ik dacht dat bij één keer zou blijven, feitelijk, hè? Maar hij zelf misschien ook, hoor. Maar ja, de zee riep, blijkbaar. En dan is hij met de Seaview terug begonnen. En dat was een apparaat van 40 ton. Dat was 6 meter hoog en 15, 16 meter lang. Dat is hier ook helemaal gebouwd. Ik ging koken en een reportage maken. Afgezien daarvan zal het avontuurlijke van de zaak mij ook wel hebben aangesproken. En ten dele ook de figuur van Fons zelf. Zo'n doorgedreven koppigaard, een eigenzinnige kerel die er dan toch maar in slaagt om het allemaal te doen, was het type van mensen waar dat ik vrij veel sympathie voor had en nog altijd voor heb. En wij zijn dus duiklessen gaan volgen met een aantal mensen in het zwembad in Bergen. En ik herinner mij daar één bepaald beeld van. Dat Fons, die nogal over enige omvang beschikte op het corpulente vlak. En toen we dan in het zwembad sprongen met die kilo's lood aan. En ik zag dat Fons niet volgde. En bleef trappelen aan de oppervlakte. Steeg ik terug op en zei ik: Fons, waar zit het dan? En dan antwoordde hij in zijn heerlijke dialect van daarboven in de Noord-Kempen tegen de Nederlandse grens aan. Met zijn twee armen vertwijfeld in de lucht. Ik weet niet wat dat is, jongen, maar ik ga ook niet beneden, zegt hij. Fons was de man die een vijs nodig had en naar de stad reed, terugkwam met de vijs en toen tot de vaststelling kwam dat er nog een moer aan moest ook. De organisatie, dat liet wel eens te wensen over, hoe perfect dat zijn afwerking ook was en zijn voorbereiding. Met gevolg dat je met Fons enig geduld moest hebben voor wat het verstrijken van de dagen, de weken en uiteindelijk de maanden betreft. Met het gevolg dat het project dat ik samen met hem wilde doen, uiteindelijk niet is doorgegaan. Van mijn kant toch niet. In 1978 wordt de Seaview te water gelaten. Fons stuit op een technisch probleem. De kiel is veel te lang. Verder dan een proefvaart komt Fons niet. Ook omdat zijn huwelijksbootje op kapseizen staat. Het werd voor mij te zwaar. Ja, ik kon het niet meer volhouden. Want wij deden dan filmvoorstellingen van zijn eerste reis ook nog. Hè? De voordracht. Daarbij, ja. En daarmee dacht ik, ja, ik kan het lichamelijk toch niet meer aan, hè. En dan ben ik weggegaan en dan heeft hij Kay leren kennen. En dat is eigenlijk bij nader inzien beter voor hem geweest, omdat Kay eigenlijk meer zo is als hij. Hè? Ook meer avontuurlijker. En dan hou je het langer vol, hè. Hallo. Oké, dat is een heel eind. Ja, nou, dag? Valt wel mee, hè? Doe je elke dag? Ja, nou, die drie dagen, hè, dat ik werk. En andere dagen fiets ik elders hier in de omgeving. Want het is heerlijk zo langs de rivier helemaal naar Duffel of daar naar... Hé, jongens, het zijn allemaal maten van Robin, die schaamt zich rot natuurlijk. Nou. Aanvallen. Laten we maar aanvallen vast, hè? Jij, Dres?
En ik zocht altijd in kranten bij die reisadvertenties naar misschien een metgezel die, met wie ik de wereld zou kunnen gaan rondzwerven. En toen trof ik eens een keer zo'n advertentie van wereldreiziger, zoekt reisgenoten om unieke expeditie te ondernemen. Let's travel each and every highway, you only live once. En ik schreef daarna, ik had al vaker op zulke advertenties gereageerd, maar dan moest ik er niet aan denken om met die mensen de wereld rondreizen. En ik schreef, nou, hallo, als jij me net zo bevalt als je plannen, laten we dan maar gaan, hè. In 80 doen Fons en Kee de vlotreis van de laatste generatie met hun tweetjes nog eens over. Ik weet nog, bij die reis ben je, geloof ik, 35 dagen zeeziek geweest wel. Ja. Goh, verschrikkelijk, hè? Ik dacht dat het nooit over zou gaan, maar het gaat toch over, hè? Ja. De meeste mensen hadden voorspeld dat het dek altijd nat zou zijn, maar je ziet. En hier ben je dan, hè? Zeeziek. Ja, toen was ik nog groen. Hé, hey, Rauze. Rauze, hij is kletsnat. Kijk, hè. Rauze. Oh, en onze haai. Oh, ja, joh. Ja. Nou, 4 meter lang, onze haai. Je moest natuurlijk opletten dat je niet in het water viel, want... Het was de eerste keer. Ja. Toen zat ik met mijn rug gewoon aardappelen te schillen of zoiets en ik voelde wat spetjes en toen dacht ik dat jij met water aan het besprenkelen was. Die staart van die haai, die deed dat. Prachtig. We hebben maar 1 schip gezien en dat komt nu tevoorschijn. Ja, de Burma Periboot. Ja, een reusachtige tanker. En we hadden een klein radiootje bij. Op kanaal 16 hebben ze opgeroepen. En na 3 kwartier vonden ze ons, hè? Ja. En toen zeiden ze, Raft, where are you? Raft, where are you? Kijk, om elkaar te leren kennen, is dat natuurlijk wel een super. De beste vuurproef. Ja. Ja, echt waar. De vuurproef. Wij raden altijd andere mensen aan om samen met elkaar op een fortje te gaan zitten. Want dan weet je alles. Dan weet je alles van elkaar. Dan weet je of je het met elkaar kan uithouden of niet. Ik heb op het ogenblik dus 2 transatlantische vlotreizen achter de rug dus en nu staan we voor de Seaview-expeditie. De vorige expedities waren eigenlijk dus meer avontuurlijke reizen, maar nu staan we aan de vooravond dus van een wetenschappelijke expeditie. Er gaan dus 2 biologen mee, marinebiologen dus die wetenschappelijke apparatuur bij hebben om speciale experimenten te kunnen doen enzovoort. Het doel van het wetenschappelijk onderzoek wat we gaan doen onderweg, dat is tweeledig. Ten eerste gaan we op de Kaapverdische eilanden in opdracht van het Museum voor Natuurlijke Historie in Leiden. Gaan we koralen in kaart brengen. En het tweede doel van het onderzoek is het bestuderen van het gedrag van haaien. Dat is zo'n bergdelta Oscar. Dat is met de En het is een monumentaal vaartuig geworden dat tenslotte 40 ton woog. En de basis ervan was een reusachtige stoomketel met een wand van 20 mm dik, dus heel sterk allemaal. Maar de Seaview loopt aanzienlijke vertraging op. Net zoals bij de laatste generatie komt er van wetenschappelijk onderzoek weinig in huis. Op de Canarische eilanden houden de Nederlandse studenten het voor bekeken. Zij hebben heel wat kritiek. Fons respecteert hun timing niet en doet alleen wat hem goed uitkomt.
Als ik met mensen werk, dan werk ik soms wat chaotisch. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dus dat is niet efficiënt. En het is misschien wel de langste Atlantische overtocht uit de geschiedenis geworden. Columbus heeft er zo'n 3 maanden over gedaan, geloof ik. Wij hadden er 6 nodig. Was het mogelijk om door 3 ramen van pansterglas, een halve meter diameter, om daar de oceaan te bekijken, de Atlantische fauna en flora. En foto's nemen en camera, de filmcamera werk doen. Na 6 lange maanden komt de Sea View in mei 81 eindelijk op de Barbados aan. De drijvende stoomketel wordt tot zinken gebracht. Het nut van dergelijke expedities is niet altijd even duidelijk. Maar Fons krijgt er maar niet genoeg van. In 83 begint hij aan een nieuw experiment. Toen werkte ik dus op een bedrijf, was ik monteur. En ik moest dus de vrachtwagens onderhouden. Ik zeg nou tegen mijn baas, ik wil met een vrachtwagen de Atlantische Oceaan oversteken. Dat ga ik doen. Nou, dan is het prima. Het is een Dutch. De cabine kan ook kantelen. Ik heb dat ook helemaal goed nagebootst. De deuren kunnen langs beide zijden open. Alle medekers zijn daarin gebouwd. De fonds zit er zelfs achter stuur. Met zijn bouw gemaakt van Smirnawol. Maar het lijkt er toch wel even op. Hier heb ik dan de mangaten. Er zijn er ook 4, zoals bij de originele. Je kunt er ook inzien. En aan de buitenkant staat een klein laddertje. En daar kun je ook in afdalen, want het is ook 1,40 meter diameter. Je kon er bijna recht in staan. En dat gebruikte de fonds om allerlei materialen in op te bergen, zoals voeding, ja, kabels, fotomateriaal, alles. Het was dus een originele truck, hè. Er was niet veel aan omgebouwd, want het water dat bij storm, dat ging hieronder. En dat kwam bij die motor, onder die cabine, stroomde dat zeewater erover. Over de motor. Dus als we die kap open deden, dan zagen we op die motor gewoon een zoutkorst, hè. Gewoon aangekoekt zout. Ja, jongen, het is fantastisch werk, Jos. Ja, ik heb het zo vertrouwd mogelijk nagemaakt. We zijn vertrokken uit New York, hadden we een stuurautomaat, hè? Dat weten we nog wel. Ja. Dus we moesten eigenlijk niet sturen zelf. Die automaat die deed dat, we stelden de koers in. En het werk was zo zwaar voor die stuurautomaat, dat hij na 2 dagen, dus dan was die stuk. De elektronica was helemaal stuk. Ja. En we hebben er dus 52 dagen over gedaan, dat betekent dus dat we 50 dagen achter het stuur zaten. Hè? 2 uurtjes of 4 uurtjes, dan aflossen. Wat een zware reis geweest. Ja, onze zwaarste. Dat was verschrikkelijk. Dat is wel onze vreselijkste reis geweest. Onze moeilijkste, zwaarste. Ja. Je wil eigenlijk alleen maar dat geluid van die zee horen en van de zeilen, maar altijd maar dat geluid van die brullende motor en die geur van die dieselolie, dat was afschuwelijk. En dan zat je in dat cabientje helemaal opgesloten aan dat stuur, keihard draaien, want die stuurbekrachtiger was uitgehaald, dus het was ook nog heel zwaar sturen. We hadden een verstopte filter, dan moesten we die cabine helemaal naar voren kieperen en die filter eruit halen, maar we wilden ze doorblazen, we hadden geen reservefilters meer.
toen had Fons iets genieus bedacht dat we de gasslang op de filter zouden zetten. En dan met die kracht, als we de gaskraan opendraaiden, met die kracht van dat gas die filter doorblazen, zodat we hem weer zouden kunnen gaan gebruiken. Maar er stond een olielampje in de bak. En wij stonden aan de rand van de bak dat samen te doen. En we deden die gaskraan open, die slang op de filter. En opeens, ja, met dat gas en dat olielampje wat erachter stond, zat ik opeens in een vuurbal. Dus, Fons draaide onmiddellijk wel weer die kraan dicht. Maar ja, het leed was al geschied. Want mijn gezicht was helemaal verbrand en mijn handen en mijn voeten. En toen is Fons onmiddellijk in de mangaten gekropen om pakken melk te halen. En die heeft al de pakken melk over me heen gegoten. Dat het wat zou verzachten, weet je. Dat heeft heel goed geholpen. Maar dat was ons serieus ongeval, want we zaten dus nog toen voor de Azoren. Nog zo'n 1000 kilometer geloof ik dat we moesten varen voor het dichtstbijzijnde land. Toch hebben we dat volgehouden en na aankomst in Lissabon hebben we dus 3 maanden nodig gehad om eigenlijk weer de oude te worden. Gaan we kijken. Gaat hij lekker koken voor ons? Gezondheid. Ja, dat zeker. Ja. Wat zou jij dan willen? Zou je ergens naartoe willen, naar een bepaald land? Nee. Of op een andere manier willen leven, zoals nu? Ja, zeker. Ja? In een nieuw huis. Ja. In een nieuw huis. En daarin blijven zitten. Ja? En dan? Alleen maar in een nieuw huis blijven zitten. Jongens, ze zijn creatief, hè, die gedachten van die jongens van ons. Ja, maar jij zegt van die stomme ding. Gewoon in een nieuw huis, ja, en dan daarin blijven zitten. Natuurlijk niet. Gewoon een beter huis, dat ik thuis kom en ik dan kan denken van, dat ik terug kan zeggen van, oh, ik woon nog in een normaal huis. En dan kom ik, normaal kom ik thuis en dan denk ik van, oh nee, ben ik hier weer. Kun je het zo blijven? Ik blijf nog liever in de thuis zitten, want die is nog beter. Nou, oké. Okay. I don't think it's an airplane at all. In fact, it's, what is it? Well, maybe he knows. Yeah, he'll know. You see, she's the pride and joy of Fons Oelemans of Amsterdam. Some people have the ability and determination, the guts, if you like, to turn their dreams into reality. It's designed to be the first hydrofoil to cross the Atlantic, to make the fastest crossing on the water, and most certainly a first crossing by a bottle. Why do we do this? Now, that's a difficult question, and it's like the same for mountaineers and skydivers, divers and so on. It's just in you. It's the adventure. It's a part of it, but not only that, of course. We have to do that. We do this now for almost 15 years. En het staat een beetje te verkommeren natuurlijk. En het was een heel prachtig apparaat. Het is een machine waar heel veel werk aan geweest is. Op het ogenblik zijn er de vleugels onderuit, want het is dus een draagvleugelboot. Met een hele, een onconventionele bovenbouw natuurlijk, want het is een echte fles. Waarom? Flesvorm. De oorspronkelijke bedoeling was dus in 3 dagen van New York naar Europa te varen. En het liep 80 km per uur. Dat was de snelheid die hij kon halen, dus dat is niet mis. Heeft ook op de tentoonstelling gestaan in het buitenland. Er staan prachtige schepen, Italiaanse speedboten van 20 miljoen. Maar als je op die maandagochtend die kranten, die Duitse kranten zag, dus waar ze het over hadden, was die krankzinnig grosse melkflasje. Die fles dus, dat was dus de... Melkflas. De eye-catcher. Dat vind ik zo mooi, hè. Nu klimt hij eruit, maar hij moet nog veel hoger, hoor. Oh, ik kom net het binnenvaartschip ervoor. Ja. Ja, want de voorvleugel lag eigenlijk nog te diep in het water, ja. Hè. Ja, zie je? Nou, en dan op 1. Hier. Ik ga tekeer, zeg. Ja, hier gaat hij dus wel bijna 60 km per uur al. Maar we hadden heel weinig plaats, weet je. Je kon dat maar heel eventjes doen. Ja,
had daar ontzettend veel van mijn energie in gestopt. Ik had er echt hard aan gewerkt. Ik was er ook trots op. Met reden was ik er trots op het apparaat dat het zo goed functioneerde. Maar dat maritieme einde dat ik als uiteindelijk het doel gesteld had voor de battle, heb ik daar niet aangemaakt. Mijn project is slagen als men mij laat doen. Dus men moet me vertrouwen in me hebben en zeggen, nou, ga je gang maar. De sponsor moet dat zeggen. Als de sponsor gaat ingrijpen in het idee en de technische uitvoering, gaat het mis. Is de periode na de fles niet een beetje een moeilijke periode voor jou? Dat is een moeilijke periode geweest. Ik was echt aan een nieuwe adem nodig. Je had een beetje een inzinking daarna. Ja. Nou, ik ben op het ogenblik nog controlerende berekeningen aan het maken betreffende de envelop, dus de ballon zelf. Die wordt zeer groot en al die maten natuurlijk en gegevens moeten allemaal kloppen. Het is een groot zeil, je kunt hem niet houden, hè? Maar dat geeft niks. Prima. Kijk, dit is 2200 en mijn ballon die moet 450.000 kubieke meter zijn. Dat is een monumentaal verschil natuurlijk. Ja, dat is de papa van Brenda. Goeiedag, jongelui. Ja. Als alles goed gaat, dan wil ik naar een hoogte van 40.000 meter klimmen met zo'n heel speciale ballon. Dus ik ben daar een gondel voor aan het bouwen. Als ik die 40.000 meter haal, dan heb ik dus het absolute wereldrecord in de luchtvaart. Dan is nimmer is een mens in de luchtvaart zo hoog geweest. Daar ben ik mee bezig. Oké, zie jij dat ballonproject zitten? Die rondvaart rond de aarde? Nou, ik vind dat project op zichzelf natuurlijk echt een prachtig project. Maar ik vind er geen bal aan wat Fons dat gaat doen. En dan zonder mij ook nog wel. Trouwens, we hadden al afgesproken dat toen we kinderen kregen, dat we alle projecten dan gewoon met de kinderen samen zouden gaan doen. Dus daar had hij zich al niet aan gehouden. En toen bleek ik nog niet eens mee mocht. Nou, toen dacht ik, nou, dat zie ik gewoon niet zitten, dat hij dat in zijn eentje gaat doen. Maar nu heb ik gezegd, nou, nu moet jij het gewoon alleen doen, want het is jouw project voor jou alleen. En het is tegen onze afspraak, dus ik heb hem nooit geholpen. En daardoor maak ik het voor hem heel moeilijk, dat weet ik. Want als ik hem zou helpen, dan zou het volgens mij al lang gebeurd zijn. Ja, daarin. Hij verdient het. Dat is straf, eigenlijk. Not maar laat dat mes eens wat sneller erdoor gaan, want... Ik mag niet snel. Nee? Ik moet altijd mijn tempo temperen van iedereen. Oh. En nou moet ik opeens snel van je. Die jongens zitten hier te likkenbaarden van me, kan niet meer. Ja, maar ik denk dat jij de grootste likkenbaard bent. Ja. Oh, dat bloedje. Nou, ik hoop niet dat het jouw ballon zo vergaat, Fons. Wordt vervolgd, de avonturen van Fons Oerlemans. Voor onze nieuwe reeks hebben we inspiratie gezocht aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Drie Zwarte Negertjes is een serie over mannen die gevochten hebben voor de emancipatie van de zwarten in Amerika. We beginnen met een portret van Poe Robeson. Robeson was zanger en acteur en hij nam duidelijk stelling in tegen de discriminatie van de zwarten. Hij was enorm geliefd, tot hij de kant van de communisten koos. Daarvoor werd tijdens de Koude Oorlog zijn carrière gekraakt in zijn thuisland. Alleen in het Oostblok vond Robeson nog een trouw publiek. Paul Robeson is nu bijna vergeten, maar wij frissen volgende week graag uw geheugen op. Dinsdag vertellen we zijn historie.
De hele ploeg wenst u alvast een heel mooi 99 en heel graag tot in het nieuwe jaar.